Deze nieuwsuitzending is weer lekker actueel. Ben ik even vergeten. Oh ja, hij is van mei 16. Hij komt van prisonplanet.com. En het gaat weer eens over anti-abortus demonstranten die helemaal niks fout doen. Pro-lifers heet het ook wel. Altijd pro zijn, hè? Je hebt pro-choice en pro-life. We gaan eventjes kijken naar de video. De audio is rete slecht, maar daar kan ik niks aan doen. Ik zal zo goed mogelijk proberen te vertalen en een beetje pauze te drukken. We gaan eerst even kijken naar het filmpje. En dan een UNC-student wordt gearresteerd. En die is dan aangehouden. Een charge, dat betekent dat ze aangehouden met een reden of zo. To charge, op beschuldiging. Nou, dat ze, ja, ze heeft een bord gestolen. En dat mag natuurlijk niet. Je mag niet zomaar iemand zijn spullen afpakken. Ook al ben je het niet eens met wat erop staat. Komt-ie. This says, it's a warning. Ma'am, don't steal the sign. You can't steal the sign. You're on camera stealing a sign. Sam! Officer, she's stealing a sign. Geweldig dit, hè? Ma'am, you're about to walk right into a police officer who you're committing theft right now. Ja, dit kunnen jullie wel verstaan, hè? Throw it over. Don't do that. Don't do that. Still a sign. I just moved it. I just moved it. De agent vraagt, heb jij dat bord gestolen? En zij zegt, nee, ik heb het alleen maar verplaatst. Just move it. Oh, you took it. Okay. Who was holding it? Me. She just ripped it out of my camera. She just ripped it out of my hand. She just ripped it out of your hand? Yes. Why did you rip it out of his hand? Because this restricts women's rights. Dat is een hele mooie. Want dit, klop klop, hè, dan tap ze op dat bord. Dan zegt ze, dit beperkt de rechten van vrouwen. Ja, dat is maar hoe je er tegenaan kijkt. Ja, er is ook een hele discussie in Amerika of je daar wapens mag dragen of niet. En dan gaat het erom dat met wapens mensen worden doodgeschoten. Dat zeggen ze dan. Hè. Is trouwens helemaal niet waar. Want, ja. Maar het is geen recht om iemand te mogen doodschieten met een wapen. Want dat mag niet. Je mag iemand niet doodschieten. En zo is het ook geen recht van een vrouw om een vrucht in haar buik te laten doden. Want die vrucht kan niks doen aan de hele situatie. Dus we hebben het hier helemaal niet over vrouwenrechten. Ik hoop dat ik dit goed uitleg, hè? Het gaat erom dat er bepaalde dingen zijn en die mag je niet doen. This one is right. Would you get off the sign, please? On college campus. Okay. Where I go. Can you get off the sign for your damage of property? Okay. I can't believe y'all put that sign. You're not going anywhere. Right now you're being detained. Okay. Detained for what? Larceny. You stole his sign. He has it back. Hij, het is natuurlijk wel een beetje flauw dat ze gearresteerd wordt. Hè? En dan zegt ze, van, hij heeft het toch terug? Ja, omdat die agent erbij kwam. Maar wat had ze anders gedaan? Ja, because I got it from you. I moved it 50 yards. I don't care if you moved it one foot. You don't have a right to take someone's property. Okay, period. I don't care what the circumstance is. You don't have a right to take anyone's property. He was holding it, therefore it was his, and you took it, okay? I know you may not agree with what's being said, but you don't have a right to take someone's property, period, okay? One, 16 minutes. Look, sir, I'm not trying to get arrested. I just don't agree with you. Do you have anything on you? No. Am I being arrested right now? Okay, why not you being carried up here? Okay, well, I won't mess with the sign again. Do you have ID on you? Yeah. Dat is ook wat, hè? Dan vraagt hij als eerste of ze een identiteitsbewijs bij zich heeft. En dan zegt ze nee. En dan vraagt hij het nog een keer en dan zegt ze ja. Dat doet mij denken aan liegen, of niet? En dan zegt hij,
Ik kan het niet geloven dat dit de mensen zijn die jij beschermt. En dan zegt hij, nee, ik bescherm helemaal niemand. Ik ben er hier om to enforce the law. Ik ben er hier om de wet te handhaven. Je mag niet zomaar wat jatten van iemand. I'm not trying to tip them, but I do have to enforce the law, okay? That's just how it is, alright? Do you see us being subjected to this shit? En dan zegt hij, zie je dat we hier onderworpen zijn, dat wij, dus wij vrouwen, onderworpen zijn aan deze onzin? Okay, well, this is a public place, okay? They have a right to be here. If you don't like their views, you can go away. You don't have to watch it. You don't have to be here. They're here because they want us to watch them. Ja, daar heeft ze een punt. Zij staan, die jongens van die anti-abortus organisatie, begeloof, dingensbeleving, die gaan juist naar zoiets toe als een college campus. Ja, zo'n universiteitsgebeuren. Want ja, die meisjes die gaan lekker la 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 en dan, oeps, ik ben zwanger. Nou, dan laten we het eventjes vermoorden. Doesn't matter how much you ignore them, they're gonna come back. They're gonna come back again. And this is why women have such a problem getting abortions in North Carolina. En dan gaat ze huilen. Dit is de reden waarom vrouwen zo moeite hebben om een abortus geregeld te krijgen in het North Carolina. Ja, het zal best. Het lijkt mij een goed idee. Ik vind dat er helemaal geen... ik vind dat het heel moeilijk moet zijn om een abortus te krijgen. En ik vind ook dat je er zelf voor moet betalen. Hier in Nederland zit abortus in het ziekenfondspakket. Ook in mijn pakket. De rest van het filmpje is niet zo heel dinges. Het is wel zielig, dan wordt ze echt gearresteerd... in de handboeien geslagen en ja. Nou goed, dat is nu een keer de wet hoor. Dus je mag niet zomaar wat jatten. En die andere die ik liet zien van... dat er zo iemand helemaal wild gaat en die gaat dan meppen. En die wordt niet gearresteerd. Dan denk ik van ja. En deze dan wel. Omdat ze daadwerkelijk, dat heet dan larceny, dat is een diefstal. Zo. Dat heeft ze dan laten plegen, of dat heeft ze gepleegd. Ja. Maar het gaat er even om met hoe ze denkt. En dat het recht van de vrouw is, dat is hier in Nederland ook zo hoor. Het is het recht van de vrouw om te beslissen over leven en dood, voor zover dat leven nog in haar buik zit. Maar het is niet het leven van de vrouw zelf, het is het leven van het kind. En dat vind ik dus walgelijk. Ik vind het helemaal geen vrouwenrecht. Ik vind dat er terug te keren op dat recht, wat er in dat is het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet. Dat in iedere burger in Amerika het recht heeft om wapens te dragen. En dat is een recht. Je hebt niet het recht om met dat wapen in het wilde weg onschuldige mensen dood te schieten. Dan word je gearresteerd. Dat zei ik net misschien een beetje rommelig, maar nu dan even correct. En dit soort mensen die dan rustig zeggen dat vrouwen het recht hebben om een mens dat nog in hun buik zit te laten doden, terwijl dat mens niks fout heeft gedaan. En dus is het moord. Die kunnen rustig vervolgens zeggen, ja, wij zijn tegen guns. Want daar wordt mee gemoord. Yeah. Maar het dragen van een gun is ook een vorm van zelfbescherming. Yeah? En waarom zou dat verboden zijn? Even kijken. Want als ik een opname maak met de audio van mijn computer erop, krijg je een hele nare ruisbruisbrom. Maar daar kan ik niks aan doen. Het heeft te maken met een aardlus of zo. Zal ik de andere kinderen wel een verhaaltje over gaan houden. Maar terug naar dit soort dingen van abortussen. Door ik heb er schoon genoeg van. Van het recht op abortus.
De vrouw die brult dan baas in eigen buik. Dan denk ik van ja, begin dan bij het begin. Hè? Jij bent de baas van jouw buik. Dus dan bepaal jij toch wie zijn penis in jouw vagina mag stoppen of niet. Nou, begin daar met de baas te zijn. En als jij het toestaat dat er een penis in jouw buik komt, ja, dan sta jij dus impliciet toe dat er een mens gaat groeien. Dat een eicel van jou, en nadat je je periode, je eisprong hebt gehad, en voor de rest gebeurt er helemaal niks, en dan krijg je je ongesteldheid, dan gaat die eicel, die spoelt weg. Er is niks aan de hand. Dat is gewoon een cel, meer niet. Maar op het moment dat daar een spermatozoïde bij komt, dan heb je een mens. Dat kan je weliswaar nog niet zien, maar dat is er al wel. Een mens is al helemaal klaar. Is al totaal gedetermineerd. Qua haarkleur, ogenkleur, huidskleur. Zoals dingen als lengte en of het een dikkertje wordt of niet. Dat zit allemaal al in die confrontatie tussen de eicel en de spermatozoïde. Kaboom. Dat proces, van dat heet de conceptie, hè? Dat proces van die conceptie, dat is magisch, man. En als je dat dan, zo'n geconceptueerd gebeuren achteraf gaat lopen doden, dan heb je toch iets van een gaatje in je hoofd. Bij ratten is geconstateerd dat rattenvrouwtjes die zwanger zijn, en dan heb je er gelijk over 4, 5, 6, 7 kinderen. Hè. Dat zijn prooidieren, dus die moeten heel veel nageslacht kweken, want ja, we zijn nu weer eentje kwijt. Hè. Als die vrouwtjes zwanger raken en de omstandigheden zijn er niet naar dat die nieuwe nakomelingen een kans of schijn van kans hebben tot leven, dan verschrompelen die vruchten in de buik van de moeder en ja, die komen eruit als prut. Bij mensen kan dat ook gebeuren. Het heet het afdrijven van de vrucht. Dat is een natuurlijk proces. Maar dat is iets anders dan dat jij op de campus zat en je tijdens een of ander feestje ben je na afloop met Joris mee naar zijn kamertje gegaan en daar heb je het gedaan. En een oepsie daisy, ik ben een beetje zwanger. En dan kom je dan pas achter naar, ik word niet ongesteld. Oh, misschien dat het van Joris is. Ja, of van Karel, want die zondag daarna hebben we ook nog lopen partyen. En dan een beetje dat wezen in jouw buik laten aborteren. Want het kennen allemaal zo gratis en zo makkelijk. Nee, wanstaltig is het. Je bent toch baas in eigen buik, of niet? Nou, wees dan een eerlijke en rechtvaardige baas. En niet dit. En dan kan zij een beetje gaan lopen janken. Nou, het is zo erg, ik vind het zo zielig voor mezelf. Nee, het lieve kind begrijpt niet waarmee ze aan het spelen is. Kijk, vrouwen hebben anders dan mannen het vermogen om een baby te fabrieken. Mannen kunnen dat niet. Die kunnen alleen maar sproei, sproei, spriet, spriet. Meer niet. Die hebben dat hele ontvangststation niet. Vrouwen wel. En dat is heel mooi. Dat heel veel vrouwen. Trouwens, dat is ook heel mooi. Want jij als moeder, dat kind wat uit jouw buik komt, dit is ongelooflijk gehecht aan jou. En jij gaat het dan de borst geven als je een beetje 2 hersencellen hebt. Nou, dan gaat het nog meer klampen aan jou. Dus je hebt zo'n kind voor het leven. Ja, dat is heel fijn en dat schept een verantwoordelijkheid, lijkt mij. En die heb jij te dragen. Je kan moeilijk zeggen,
Ik heb dan sommige kinderen, die laat ik levend uit mijn buik komen. En die worden dan heel gehecht aan mij. En die kinderen waar ik geen zin in heb, die laat ik vermoorden. Ja, maar hoe kan je, wat voor moeder ben je dan? Ja? De moeder van mijn kind, die heeft er 2 laten choppen. En eentje mocht er dan uitkruipen. Maar hoe moet dat ooit een goede moeder-dochterrelatie worden? Behalve dat mijn kind, en dat doet ze volgens mij momenteel, dat ze die 2 abortussen die moeder heeft laten plegen, gewoon maar denkt van, oh ja, nou, laat ik er maar niet moeilijk over doen, want we komen er toch niet uit qua discussie. Want het kan ook niet meer ongedaan gemaakt worden. Nee, dat is het, hè, met moord. Dat laat je 1 keer plegen en dan is de moord daar. Kan je niet meer ongedaan gemaakt maken. Onmogelijk. En dan kan je van mij zeggen, ja, Perry, heb je het alweer over abortus en dat je er zo op tegen bent? Ja. Nou, de verjaringstermijn voor moord volgens de Nederlandse wet is 30 jaar. En mijn 2e kind is in 2008 vermoord. Dus ga er maar vanuit dat ik nog minimaal reden heb om nog tot het jaar 2038 hierover te zeuren. En dan zou je kunnen zeggen, die moord is verjaard. Je moet erover ophouden. Perry? Mooi zo. Dus als ik 79 ben, is dat. Nee, is niet helemaal waar. Als ik 81 ben. Toch? 2008, 2038. 38, min 59, 138. Ja. Nou ja, reken maar uit. Toch 79? Nou, ik zag er eindig. Hoe lang mag ik nog zeuren daarover? Maar dan kan het nou natuurlijk... Ja, dat kan ik wel doen. Die kunnen niet helemaal goed meekijken, dat is anders. Maar ik kan het wel in beeld houden. Kijk eens, hè? Ik kan het toch zien. Ja. Dus wat dan... Even kijken. Dat kind is vermoord in 2008. Daar beginnen we mee. 2008 plus 30, 2038 minus 1959, dat is mijn geboortejaar. Ja, als ik 79 ben. Nou, en dan mag ik ermee ophouden, volgens de Nederlandse wet. Behalve natuurlijk dat de Nederlandse wet abortus niet ziet als moord, maar ik dus wel. Er was geen een biologische of sociale whatever indicatie dat dit gerechtvaardigd was. En anders zou de moeder en het kind beide sterven of zo. Of er was oorlog in Arnhem en het kind zou nooit een fatsoenlijk leven kunnen leiden. Er is allemaal geen sprake van. Dus was het moord. Punt. En ik hoop dat voor mijn heen gaan, dat de wetgeving wordt bijgesteld. En dat wat die moeder van mijn kind, mijn kinderen heeft gedaan, dat weer netjes wordt gezien als moord. En dus dat het niet in het ziekenfondspakket zit. En wil je dat laten plegen? Ja, niemand kan je tegenhouden. Maar dan moet je je gaan verdiepen in het illegale circuit. En niet via de officiële kanalen, dat die niet meewerken aan moord. Het is slecht voor de moeder ook. Voor haar lichaam en haar geestelijke constitutie. En het is slecht voor de samenleving. Beter heb je vrouwen die de knieën tegen elkaar houden, als ze niet van plan zijn om te zorgen voor het kind.
En is het dan toch gebeurd en toch zwanger geworden en ze willen er niet zorgen voor dat kind, dan moet je de zwangerschap uitdragen. Jeugdzorg waarschuwen. Jeugdzorg kan op zoek gaan naar ouders die wel voor dat kind willen zorgen. Jij gaat op het moment suprem netjes naar het bevalstation. Daar beval je van je vrucht, die jij dus als vrucht noemt, van je kind dus, maar het is jouw kind niet, want je wil er niet voor zorgen. Jij bevalt van dat mens. En na de bevalling is het douchen en wegwezen. Het kind hoef je niet te zien. En die ouders die wel willen zorgen voor het kind, die hoef je ook niet te zien. Je hoeft ook niet te weten hoe ze heten. Je hoeft niet te weten waar ze wonen. Je gaat terug naar je eigen leven met een lege buik. En niet meer doen. Dan heb je je lesje wel geleerd, denk ik. Want je bent toch baas in eigen buik? Nou, zorg er dan ook voor dat je een goede baas bent. In jouw goede eigen buik. En doe niet van die rare dingen. Het is en blijft moord. Dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers zeg ik tjus en dag lieverds.